Vandaag spelen we Minecraft. Alleen kan je van alles armor maken. Hoe kan je bijvoorbeeld armor maken van 8 diamonds, 8 iron, 8 leer. Of je kan zelfs armor maken van een schildpadshell. Oh ja, en van goud trouwens. Die mogen we niet vergeten. Maar vandaag kunnen we dus bijvoorbeeld ook armor maken van 8 stukjes redstone. En dit gaan we uittesten. Ik heb hier 8 redstone blokken, zoals je kan zien. En als het goed is, al doe... Wow! Wat? Dit ziet er zo gek uit. Dit is letterlijk een redstone chestplate. Laten we die dan ook maar aandoen in 3, 2, 1. Hoppa! Hallo, mag ik mijn chestplate aandoen? Zo werkt het niet, hallo! Nou, ik moet eerst nog wat andere dingetjes maken. Ik moet namelijk ook nog de helm, de schoenen en de broek maken. En daarvoor heb ik hier 16 stukken redstone blokken. Is dit een redstone legging? Het lijkt meer op een redstone torch. Oké. Dit is de helm blijkbaar. Die ziet er ook heel gek uit. En dit zijn dan de schoenen. Kan ik het nu wel aandoen? Hallo, meneer, ik wil het gewoon aandoen. Mag dat niet? Nou, je moet het blijkbaar eerst nog een keer allemaal in de crafting table zetten. En dan moet je er een redstone set van maken. Oké. En kan ik hem dan nu wel aandoen? Hallo? Wow! Wow! Oh my god! Wat is er met me gebeurd? Ik zie eruit als een of andere rare redstone, meneer. Heb ik hier ook speciale abilities door? Er staat dat ik heel snel kan rennen, maar ik vind het allemaal nog wel meevallen. Het ziet er alleen echt super dom uit, dit pak. Oké, blijkbaar krijg je dus van het redstone pak een speed 1 effect. Maar buiten het redstone pak zijn er nog veel meer andere pakken. Zo is er zelfs een bedrock set. Kan ik dit hiervan afhalen? Nee, dat kan niet. Nou, ik wou gewoon verkleed als bedrock, meneertje. Maar we moeten blijkbaar de armor dus zelf gaan maken. En hier staan alle recepten ervoor in. We kunnen zelfs cactus armor maken. Oh my god, dit is zo cool. Klik natuurlijk op die blauwe duim smoke en klik op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. En wie houdt er nou niet van gratis? Hier is een launch en ik zie hier ook een kist in staan. Maar betekent het ook dat ik hier wat spulletjes kan vinden waarmee ik armor kan maken? Ik zou dat dadelijk wel heel erg waarderen. Ik zie alleen helemaal niks in deze kist te liggen. Oh, waarom ligt er nou niks in? Ik wil ook spullen hebben. Oh, we gaan hier trouwens naar beneden. Is dit een soort geheime bunker? Ik heb geen idee, maar we gaan er nu allemaal achter komen. Wow! Wat is dit nou weer? Dit lijkt wel een enorme farm. Alleen ligt er niks in het farm. Ja, dat is wel een beetje jammer. Verder kan ik hier ook niet heel veel spulletjes vinden waarmee we denk ik armor kunnen maken. We hebben echt cactussen nodig eigenlijk. En ik loop hier ook nog steeds in mijn redstone pak gewoon lekker te zoeken naar alles. Zou er hierboven nog... Hé, ik heb eten nodig. Waar is eten? Maar zou er hierboven nog meer dingetjes staan waarmee ik armor kan maken? Ik moet gewoon alles weten wat je kan maken eigenlijk. Oké, wat kunnen we maken? We kunnen de gouden armor set... Oh, die kunnen we gewoon pakken. En deze kunnen we ook pakken. Dat is leuk, maar ik heb die eigenlijk niet nodig. Ik wil gewoon wat anders hebben. Je kan zelfs een zombie set nemen. Oh, waarom kan ik dit niet ervan afpakken? Wow. Oké, dit is een healing station. Dat hebben we niet nodig. Maar wat is iets wat we nu kunnen maken? Oh, dat is allemaal zo moeilijk. Maar je kan van wit wol bijvoorbeeld katten armor maken. Dat is denk ik wel een hele leuke om te maken. Laten we nog wel wat extra eten meenemen. En dan gaan we op verkenning. Hallo wereld. Oh my god, waar zijn wij nou weer beland? Maar waar, oh, waar kan ik hier een schaap vinden? Ik wil gewoon dat kattenpakje hebben, maar ik zie hem helemaal nergens hier zo. Auw, dat doet pijn. Auw. Oké, ik heb echt eten nodig, anders ga ik zo meteen nog dood ook. Wat is dit hier? Er staat hier een enorme... Wat is dit? Een balkon of zo? Misschien kan ik daar iets vinden waarmee ik armor kan maken. Oké, laten we hier naar boven gaan. Hallo? Is er iemand? Hallo? Er is hier wel een geheime tunnel. En wat doet dit? Dit ziet er niet... Oh, ik loop heel langzaam ineens. Maar wat is hier beneden allemaal? Volgens mij hebben we iets gevonden wat we niet echt horen te vinden. Oh, en ik zit vast in de spinnenweb. Dat moeten we ook niet hebben. Laten we maar snel deze kant op lopen, want wat is dit allemaal? Dit lijkt wel een enorme geheime kamer. En er is hier ook een knop. Oké, hij doet helemaal niks. Maar wat is er nog meer? Hallo? Au, dat doet pijn. Wow, hier is een hele gang. Maar je zou toch ergens die dingen moeten kunnen vinden, lijkt mij, waarmee je die armor zou kunnen maken. Wow. Wat is dat paarse wat ik daarachter zag? Is dat nou... Oké, dat is geen netherportal. Gelukkig maar. Ik hou namelijk niet zo van de nether. Het is altijd super donker en er zijn er spoken. En die zijn gewoon niet zo aardig, oké? Wat hebben we nog meer? Hier zit ook niks in. Oh, nee. Wat? Oké, misschien dat we hier wel wat zouden kunnen vinden. Oh, nee, maar volgens mij zit er helemaal niks in de kist. Ik wil gewoon mijn armor uittesten, oké? Wow, en wat is dit? Dit is niet eens gewoon een video waarin we armor kunnen zien. We vinden gewoon...
gewoon een enorme geheime bunker hier waar je normaal niet hoort te komen. Ik denk dat het een beter idee is, al gaan we hier heel snel naar buiten. Want ik wil gewoon een schaap hebben voor mijn leuke kattenarmor, oké? Dat is alles wat ik wil hebben. Ik hoef geen grote geheime bunker te hebben. Wat heb ik eraan? Er ligt toch niks in wat ik kan gebruiken. Er lagen trouwens wel een paar meloentjes net. Oh, daar zijn we nu! Wow, wat een timing is dat. Oké, laten we gewoon maar een paar meloenen meenemen. Dat is toch altijd lekker voor onderweg. Een paar meloentjes. Oh, ik hou namelijk van watermeloenen. Dat is zo lekker. Dus we nemen die mee. En we pakken die er nog bij. Hoppakeetjes. En dan moeten we volgens mij hier naar boven. En dan kunnen we denk ik weer uitkomen bij de launch. Als het goed is, was dat hier namelijk boven. Dan hier naar rechts. Oh, het is ook één groot dolf. Maar we zijn er tenminste weer. Ik ben eventjes naar creative gegaan. Hopelijk kunnen we dan... Heb ik nu wat verkeerd? Oh! Dat had niet kunnen volgens mij. Maar volgens mij kan ik zo wel die armor pakken. Hallo? Mag ik het setje hebben? Ik weet het niet. Maar hier staan wel wat setjes tussen. Dit is een nieuwe soort van helm of zo, lijkt wel. Maar je moet hem als setje aandoen dus. Dus hier heb ik een set. En dan doen we zo zo... Wow! Wat? Hoe ziet dit eruit? Welke set is dit? Ik wil weten wat ik hiermee kan. Hij staat namelijk hier en het lijkt heel erg op een gouden kip. Deze armor zorgt ervoor dat je belangrijk bent, maar het heeft wel een slecht zij-effect. Wat is dan dat slechte zij-effect? Tot nu toe merk ik er toch nog niks van. Ah, laten we maar naar buiten gaan om het een klein beetje uit te testen. Zo, die gaat... Dood, ga, is dood, stomme skeleton. Wat doe je nou voor mijn deur? Hé, kip, hallo kip. Heb ik wat te eten voor jou? Oh, dat ga ik maken voor je. Voor je, alsjeblieft wat zaadjes. Maar ik snap nou niet precies wat het slechte zij-effect is van deze armor. Maar ik word er wel een beetje bang van dat we hier nu allemaal monsters buiten komen. Dus laten we maar snel de kluis weer open doen. En ook weer dicht doen. Zo, dicht. Hey, dicht nu. Volgens mij doet hij het niet. Volgens mij moet ik iets meer erachter. Oh, daar gaat hij. En nu gaat hij wel dicht. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Maar wacht, joh. Klik nu een van deze twee video's aan. Ze gaan namelijk verdwijnen in 3, 2, 1.